Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland. 5400 hectare aan prachtige natuur die deel uitmaakt van het Europese Natura 2000-netwerk. Dit gebied bestaat voor het grootste deel uit moeras. En vormt een tijdelijk of permanent thuis voor talloze bijzondere moerasvogelsoorten. Deze vogels hebben eigen voorkeuren en behoeften voor hun leefomgeving. Het moeras heeft geen verbinding met open water en door een combinatie van een te hoog waterpeil, te weinig dynamiek in de waterstand en begrazing door ganzen is de afgelopen 20 jaar de hoeveelheid riet ernstig afgenomen. Om kwetsbare vogelsoorten te beschermen en te zorgen dat hun leefomgeving weer optimaal wordt en blijft, moeten we dus ingrijpen. Dit doen we met de zogenaamde moerasreset. Over een periode van ongeveer 3 jaar gaan we de waterstand in een groot deel van de Oostvaardersplassen stapsgewijs laten afnemen. Dat houdt ook in dat er minder ruimte is voor de vis. De vis zal worden afgevangen en de karpers worden uitgezet in het Markermeer. Afhankelijk van de neerslag in de komende jaren zal er meer of minder water worden afgevoerd. Van het oppervlak van de grote plas blijft een slikvlakte met kleine en grote poelen over. Het riet krijgt op die manier de kans om op eigen krachten terug te groeien. Er komt ongeveer 500 hectare aan riet bij. Genoeg om 1000 voetbalvelden te bedekken. Voor natuurliefhebbers en bezoekers wordt het een interessante tijd met veel diversiteit aan flora en fauna. Gedurende een periode van ongeveer 3 jaar zullen we daarna het waterpeil weer laten stijgen door gebruik te maken van neerslag. Om de vogelsoorten en hun leefgebied op lange termijn te beschermen, blijft er daarna sprake van een dynamisch waterpeil. Op die manier kan de Oostvaardersplassen weer tientallen jaren vooruit als vogelparadijs en een van de meest gevarieerde natuurgebieden in Nederland.